Goedenavond. De stad Antwerpen voert vanaf zaterdag nieuwe en strengere coronamaatregelen in, omdat er daar opvallend veel besmettingen zijn. Er komen strengere controles op horecazaken en wie in overtreding is, moet meteen zijn zaak sluiten. Cafés en restaurants moeten ook van alle klanten de contactgegevens bijhouden voor een vlotte contactopsporing. Er komt voorts een verbod op zogenoemd hoogrisicovol consumptiegedrag. Daarmee wordt bedoeld dat drankjes of waterpijpen niet gedeeld mogen worden. Tussen middernacht en 7 uur 's ochtends mag er geen alcohol verkocht worden. En een verbod op samenscholingen komt er ook met meer dan 10 personen. Tot slot worden mondmaskers verplicht op markten, kermissen en in alle publiek toegankelijke ruimtes. Ook in fitnessclubs, cafés en restaurants dus. Toch voor wie door de zaak wandelt. Burgemeester Bart De Wever heeft al deze maatregelen aangekondigd in een filmpje en aan zijn stadsgenoten uitgelegd waarom ze nodig zijn. Deze maatregelen zijn noodzakelijk, ze zijn redelijk, ze zijn proportioneel. Geen enkele maatregel is zaligmakend op zichzelf. En we weten dat de trend van de cijfers in elk geval sowieso nog een tijdje zal blijven stijgen. Deze maatregelen zijn dan ook nodig om op termijn een volledige lockdown van het maatschappelijk leven te voorkomen. Ook Oostende neemt bijkomende maatregelen om het coronavirus in te dijken. Ook daar worden mondmaskers verplicht op markten en gaat de stad cafés en restaurants extra controleren. Burgemeesters mogen dus extra maatregelen nemen om corona haarden klein te krijgen. Daarvoor is nu ook een draaiboek klaar. Ze kunnen zelfs hun stad of gemeente in lockdown zetten. Maar ze moeten hun plannen wel eerst aftoetsen met het federale crisiscentrum. Burgemeesters zijn ongerust over de procedure. Het is zo dat zij met kennis van zaken maatregelen kunnen nemen om een crisis aan te pakken. Alleen hebben ze daar nu nog toestemming voor nodig van het Nationaal Crisiscentrum. En dat is eigenlijk een stap te ver. Dat zou kunnen zorgen voor een logge procedure en een trage procedure. En dat is eigenlijk wat ze helemaal niet nodig hebben om een crisis goed aan te pakken. En morgen is er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad en dan worden verstrengingen voor het hele land verwacht. Want met de coronacijfers gaat het van kwaad naar erger. 2 weken geleden werden elke dag gemiddeld 98 mensen besmet met corona. Vorige week waren dat er al 184. Dat is een stijging met bijna 90%. Bij de ziekenhuisopnames en de overlijdens van coronapatiënten zien we ook een toename. 2 weken geleden werden gemiddeld 10 patiënten opgenomen. De voorbije dagen waren dat er gemiddeld 12. En het aantal overlijdens stijgt van 2 naar 3. We moeten dringend ons gedrag weer aanpassen, zo klonk het op de persconferentie. Iedereen weet het dat de zomermaanden een normale periode zijn van een periode van ongedwongen genieten met familie en vrienden, feestjes, massabijeenkomsten. Deze zomer moeten we echter rekening houden met een onzichtbare gast die overal kan opduiken. En ik onderlijn, overal kan opduiken. Ook al denkt u misschien dat u geen contacten heeft gehad met COVID-patiënten. We moeten dus tijdens deze zomerperiode ons gedrag aanpassen. Aanpassen aan de aanwezigheid van het virus. Het is een goede zaak voor ons land dat er een akkoord is rond de financiële redding van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Dat zegt vicepremier Alexander De Croo, die de onderhandelingen met het Duitse moederbedrijf Lufthansa de voorbije maanden heeft geleid. Brussels Airlines is zwaar getroffen door de coronacrisis en vroeg staatssteun. De overheid geeft nu een lening van 290 miljoen euro. In ruil stelt Lufthansa jobzekerheid in het vooruitzicht en het bedrijf belooft ook in Brussels Airlines te investeren zodra de economie weer aantrekt. Ja, dit gaat over een Duits bedrijf die natuurlijk actief is in ons land. 4000 werknemers, belangrijk element in die luchtvaartsector waar ongeveer 60.000 jobs werken. Maar als we daar als Belgische overheid een lening aan geven, ja, dan wil je wel garanties hebben. Over het feit dat het in België gebruikt wordt, maar ook over het feit dat die luchtvaartmaatschappij na een herstructurering de kans moet krijgen om zich volop te kunnen ontwikkelen. Beste garantie die we aan de werknemers kunnen geven. De Amerikaanse president Donald Trump spreekt heel andere taal over corona dan we van hem gewoon zijn. Lange tijd minimaliseerde hij de crisis en stelde hij de economie voorop. Maar nu er meer en meer besmettingen en overlijdens bijkomen in zijn land, waarschuwt hij de Amerikanen dat de coronacrisis eerst nog erger kan worden voordat er beterschap komt.
Trump pleit nu plots ook voor het dragen van een mondmasker, iets waar hij vroeger wel eens de spot mee dreef. I have the mask right here. I carry it and I will use it gladly. No problem with it. And I've said that and I say if you can use the mask when you can use the mask if you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group. Tussen de Verenigde Staten en China lopen de spanningen verder op. China moet zijn consulaat in de Amerikaanse staat Texas sluiten. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist, naar eigen zeggen, om Amerikaanse belangen te beschermen. China reageert verontwaardigd. En opmerkelijk, politie en brandweer zijn naar het consulaat gegaan na meldingen over brand. In het complex zouden documenten verbrand zijn. Tot slot nog een blik op onze volgende journaaluitzending. We trekken dan naar het racecircuit in Mette bij Namen. Daar traint de 12-jarige motorracer Loris Dekkers. Een toptalent dat wordt klaargestoomd om wie weet ooit in de MotoGP, de Formule 1 van de motoren, terecht te komen. Meer over Loris in het journaal van 7 uur. Tot kijk. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.